Hallo iedereen, welkom in een nieuwe video, welkom en een nieuwe week. Ik weet niet hoe jullie het voelen, maar ik voel dat de energie echt aan het verschuiven is, hoger aan het worden is, waardoor dat we eindelijk nieuwe dingen gaan beginnen zien als magier, als vanuit dat hogere bewustzijn. Ik krijg er helemaal kippenvel van als ik er door het feit dat ik erover aan het spreken ben en dat ik het zo aan jullie zeg. Kijk, we krijgen namelijk al de Strength Card als met dan is aan de kant de Reason, als de Hermit uiteindelijk in dit deck. Het mooie aan deze kaart is dat je eigenlijk al de elementen ziet. Dus je ziet hier al de elementen. En dat is ook de boodschap die vandaag voor de shorts die ik maak en voor de reels op Instagram. Dat jij bent alle elementen en je hebt alles in jou. Dat vuur, die passies, is al in jou om je vooruit te helpen, om je vooruit te doen. En hetgeen wat dat ook maar is, of dat dat nu een diepe liefde, een diepe zielsconnectie is, of een nieuwe business, of wat dan ook, het is er en die passie die je voelt en die drijfveer die je hebt, dat is eigenlijk hetgeen die je vooruit helpt. Maar dus, deze video is bedoeld om te kijken waar dat de energieën staan van de mannelijke en de vrouwelijke die voor deze week. Ik ben aan het denken, zijn er speciale dingen deze week niet echt. Ja, er zijn natuurlijk altijd wel constellaties en samenhangen en zo, maar ik voel dat deze week dat we even een break krijgen, als het ware. En wat zien we hier? Kijk, aan de onderkant die Master of Flames. Dus we gaan nog meer en meer uitgedacht en geleerd leren om echt die meester te worden van ons passie. En die passie ook te gebruiken als de fuel om vooruit te gaan. Om vooruit te gaan in ons leven. En wat zien we hier dan? Kijk, oké, dat zijn waarin ook die vruchten. Gecreëerd de basis. Dus sowieso door die eenheid in jezelf te gaan creëren. Om dan uiteindelijk van daaruit die droom, die wens te gaan creëren. De Trinity, hè, de heilige drie-eenheid tussen lichaam, geest en ziel, maar ook tussen mannelijke en vrouwelijke energie en dan de hele relatie in jezelf en dan ook later in jouw connectie. En heel veel dingen worden nu ook naar boven gebracht. Heel veel emoties en dat gaat ook ervoor zorgen dat het wiel eigenlijk in jouw voordeel gaat gaan verschuiven. Dus eigenlijk alle energieën die er zijn, de video's die ik maak, de boodschappen die we doorkrijgen, die zijn er allemaal bedoeld om die wijsheid, en kijk, hetgeen wat je eigenlijk hier ook ziet, gaat hier die drie eenheid. En hier zie je ook die drie bollen van energie die samenwerken, die allemaal een eigen baan lopen en toch tegelijkertijd weer een nieuw element creëren die daar binnen zit. Hier is eigenlijk die slang die zijn eigen staart op het. Dat verwijst ook naar de kundalini-energie, naar onze levensenergie, naar de seksuele energie. Dus, en dus ook weer die passie. En dus hoe meer dat jij in die passie stapt, hoe meer dat je gaat gaan zien dat jij eigenlijk een meester van je passie en van je leven wordt. En dat je gewoon elk vlak van je leven kan vormgeven vanuit die vervulling, vanuit die passie. Ik kan die even daar leggen. En wat krijgen we dan? Wacht, ik had ze zo gekregen, dan dus moet ik ze eruit voor jullie. Wat krijgen we dan voor de connectie? Wat is er gaande aan de connectie? Waar je vroeger altijd zat te twijfelen tussen wat is nu, wat is dit, wat is dat? Ga je nu meer en meer ook net door dat je. Kijk, hier zie je die Adept of Flames en hier is de meester. Oh, wat zie ik hieronder? Kijk. Oh my god, 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 oh my god. Zie echt waar, kijk. Eight of Flames, dat bij tweelingvlammen is dat eigenlijk communicatie, vooruitgang. Dat is eigenlijk het wiel van fortuin, en net gezien, maar specifiek ook voor tweelingvlammen. Hoe meer dat jij jouw diamantenbewustzijn gaat gaan integreren en eigenlijk jouw ware sterrenafkomst gaat gaan aanvaarden en gaan belichamen, hoe meer dat je ook die onvoorwaardelijke liefde gaat gaan ervaren en eigenlijk jouw ultieme liefde gaat dichter trekken. Maar nee, nog meer nog, dat je die onafhankelijkheid gaat gaan creëren en die zelfstandigheid en je eigen welvaart op elk vlak. Door het volgen van je wijsheid, door het in je zuiverste versie van jezelf te gaan stappen. En dus eigenlijk dat diamantenbewustzijn meer en meer te gaan leren omarmen. En dus daarom zitten we hier nu nog. Hè? Dus dat is hetgeen waar we naartoe gaan, wat ik net zo toonde. Nu zitten we nog hier. Om te leren hoe dat is om een meester te zijn over onze passie, over onze vlam, over onze eigen energie. Want vroeger eigenlijk nog veel te veel
toegevingen gedaan, veel te veel aanpassingen gedaan. Waarom? Omdat je altijd dacht van het is ik of de ander. Maar het kan allebei. Je kan zowel voor jezelf, maar als ook voor de andere dingen kiezen. Dus je hoeft niet te kiezen tussen ik en de ander. Het kan allebei. En hoe doe je dat? Door echt volledig meer in je naakte ziel. En je ziet hier, die dame is half naakt. En hoe meer dat je daar gaat gaan instappen, hoe meer dat je doorheen die mist gaat gaan stappen, doorheen de onbekende gaat gaan stappen, hoe meer dat je nog gaat voelen van ja, oké, inderdaad, het loont om in mijn seksuele, sensuele, passionele energie te gaan stappen en van daaruit mijn leven vorm te geven. Want dat gaat ervoor zorgen dat ik kan wegstappen van wat de andere mensen denken, van wat andere mensen zijn, van wat andere mensen vinden dat mogelijk is of niet mogelijk is. En dus wat hier die persoon in die luchtballon afgeleid is. En dus niet gaan zien dat hij eigenlijk misschien gaat neerstorten, omdat hij zo bezig is met die ballen in zijn mand te steken. En niet ziet dat deze eigenlijk er iets willen. Wacht, ik ga even mijn poes weglaten. Ja, ik had mijn deur dicht gedaan en een van de poezen was hier bij mij aan het chillen. Maar ze besloot dat dan even waarschijnlijk te veel was. Dus hoe meer dat jij voor jezelf wat gaan kiezen, daar komt het eigenlijk op neer. Voor jezelf gaan kiezen, niet vanuit een egoïstische of vanuit controle en macht, zeker niet, maar wel vanuit liefde. Hoe meer je gaat gaan zien dat de dingen die op je pad komen echt je vooruit gaan helpen en echt tot je hart gaan spreken. Dus je moet echt, je wordt deze week ook uitgedaagd en gevraagd, dus uitgevraagd. Om, ja, misschien wordt er iemand wel uitgevraagd, ja. Misschien is dat eigenlijk. Mensen die al persoonlijke readingen hebben gereserveerd bij mij, die gaan ook weten dat de versprekingen die ik maak tijdens de readingen vaak ook een betekenis hebben. Dus het feit dat ik nu ook zeg uitgevraagd in plaats van gevraagd en uitgedaagd, is dat er wel één iemand of misschien meerdere die deze week, die nu naar die video kijken, die deze week gaan uitgenodigd worden of op een date gevraagd worden door een tweelingvlam of iemand anders. En ik zou zeggen, ga er gewoon voor, geniet van het leven en stap als een fool, in die zin van een fool heeft nog geen ervaring, heeft ook geen negativiteit, heeft geen pijnen om zich heen, heeft ook die lasten niet om zich heen. En stap dan gewoon, geniet er gewoon van. En dat is ook het advies dat ik altijd geef aan de tweelingvlam die al met mij samenwerken, die in dit traject zitten. Volg gewoon je passie. Het maakt niet uit met wie dat is. Zal je altijd dichter brengen bij je tweelingvlam. En je hoeft dus zeker nooit te wachten op je tweelingvlam. Dat is geen, dat ik ook nooit gedaan heb. Maar op een bepaald punt kom je gewoon tot het punt dat je allebei zodanig klaar bent dat je dan wel weer samenkomt. En hoe, dat maakt niet uit. Het universum zorgt er wel voor. Het enige wat je moet doen is elke dag gewoon je beste leven leven. En elke dag voorop stellen van vandaag wil ik me goed voelen. Wacht even. Even zien. En dan een beetje naar beneden leggen. Voilà. Dus je weet, ik leg meestal toch twee reetjes van vier, zodat we een extra laag aan de reading kunnen toevoegen. Ten half pentacles omgekeerd. Maar dat heel logisch is op waar we nu zitten. Of de boodschap die gegeven wordt. Wees er ook bewust van dat dit een collectieve reading is. Dus er gaan er momenten zijn die waar je echt mee resoneert. Of misschien stukken uit de reading waar je mee resoneert. En dan gaan er momenten zijn waar er totaal niets past. Dus wring het ook niet of forceer het ook niet om het in je leven te doen passen. Want anders ga je jezelf vastzetten waar het eigenlijk net de bedoeling is om inzichten te geven en je vooruit te duwen. Zo, wat hebben we hier? En de Two of Swords. Eigenlijk deze kaart is dezelfde kaart als deze kaart. En die ligt hier omgekeerd. En we hebben nog de Queen of Swords, de Six of Pentacles, de Page of Swords. Dus gedachten weglopen en de Ten of Cups.
Oké. En deze hier leggen. Laat me even zien. Hetgeen wat ik voel deze week, en dat heeft te maken met deze kaart die ik daarnet getoond heb, is dat zowel als de kant van de mannelijke energie, als de kant van de vrouwelijke energie, heel wat inzichten gaat komen, heel wat meer helderheid zal komen. En waar dat we altijd gedacht hebben dat we helder moesten hebben van waar dat we onze bekers gingen mee vullen. En de keuzes die we moesten maken, is dat we eigenlijk dat vanuit de verkeerde instelling hebben gedaan. De meesten hebben het gedaan vanuit het bedenken, vanuit wat anderen zeggen, vanuit wat we geleerd zijn. Maar dus hier worden we gevraagd om vanuit onze passie. Gaan even wachten. Dus vanuit onze passie dat gaan neer te zetten en te gaan ons leven gaan vormgeven en keuzes te gaan maken. En daarom ligt deze kaart ook omgekeerd. Want we gaan ontdekken dat de keuzes die we maakten in het verleden, dus vanuit de verkeerde drijfveren, niet hetgeen brachten dat we gehad hebben of dat we wilden. Dus we hebben ook niet die vervulling en geluk op elk vlak al gehad. Maar het ligt wel in de kaart. En dat hebben we gezien net in die grote kaarten. Dus hetgeen dat we te doen hebben, is eigenlijk dit. Die eenheid creëren. Het laten samensmelten van hoofd en hart. Het laten samensmelten van die mannelijke en die vrouwelijke energie. Om vanuit dan de passie die je voelt, verder dingen te laten ontstaan. En dat zal dan uiteindelijk jou het gevoel van succes brengen. Want nu ligt die drie van Pentacles, dus drie van munten, ligt omgekeerd. Waarom? Omdat je eigenlijk geen grote visie hebt. Je deed maar iets omdat dat hetgeen was dat je gewoon was om te doen. Omdat anderen het zo deden. Maar als dat niet is in afstemming met jouw passie en dus met je ziel en niet vanuit de eenheid en vanuit de liefde in jezelf, dan ga je ook nooit komen tot het plannen en de stappen zetten. Dan ga je eigenlijk altijd hier in die toestand van dood blijven zitten. En eigenlijk hier heb ik vooral het gevoel van dat het niet zozeer over dood gaat, maar dat het voornamelijk gaat over die oude versie. Een versie die totaal niet spreekt tot je ziel. Een versie die totaal geen vervulling brengt. Die die diepe liefde niet brengt. Die de job niet brengt die je wilt. Die dus eigenlijk een volledig ander leven creëert dan wat je zou willen. Want je wilt dit. En je wilt die tien. Wat is hier ook alweer? Hier, die tien. Dit wil je. Want je weet dat je dat ooit gehad hebt. En wat is hier? Hier, de lovers. En die nine of crystals, die zelfstandigheid. Dat is hetgeen wat we willen. Dat is hetgeen wat elke ziel overlangt. Elke ziel wil die diepe liefde. Elke ziel wil gezien worden. Elke ziel wil gewoon erkend worden voor wie dat die is, zonder zichzelf voortdurend te moeten uitleggen. En dat is hetgeen dat die Nine of Swords, die negen van zwaarden hier zijn. Zo, dat is angst. Dat is zelfs gewoon angst voor de angst, bijna. Maar dus als je meer wilt gaan creëren en meer dingen wil neerzetten in jouw leven en echt die diepe liefde wil ervaren en die onafhankelijkheid en dat alles stroomt in je leven en dat de obstakels die op je pad komen, dat je dat eigenlijk gewoon echt ook leert en zien en voelen en ervaren als gewoon lessen om je nog krachtiger te maken en nog meer in jezelf te brengen, dan vraagt dat om heel veel dingen los te laten dat je gedaan hebt. En dat is eigenlijk hetgeen waar dat bewustwording over gaat. Het is belangrijk om te beseffen dat alle donkere gevoelens die je ervaart, alle negativiteit die je ervaart, alle onzekerheden die je ervaart,
dat die niet voortkomen vanuit liefde, dat die niet getriggerd worden door liefde, dat die ontstaan zijn en de wortels hebben in het verleden. Soms zelfs een verleden die niet van jou is, maar dat je gewoon meegekregen hebt in jouw genen, als het ware, hè? Door geboren te worden in een bepaald gezin, in een bepaald land. Ik heb contact, ik coach ook een aantal Afrikaanse mensen. En het is zo mooi om te zien hoe dat cultuur en waar dat geboren wordt, hoe dat ook een aantal zaken bepaalt over hoe dat je kijkt. Maar hoe meer dat ik met die mensen samenwerk en hen uitleg dat zij net over dezelfde mogelijkheden beschikken zoals wij, en omgekeerd dat wij over net zoveel obstakels hebben als wat dat zij hebben, alleen misschien op een ander niveau en op een andere manier. Maar uiteindelijk komt het allemaal op hetzelfde neer. We zijn hier allemaal om te leren over het leven, om te leren en lessen te leren over onvoorwaardelijke liefde. Om dan in staat te zijn om die vorm te geven, om die te ervaren, te belichamen, dat te worden. Om dan van daaruit eigenlijk ook gewoon al de rest te gaan aantrekken dat ons hart verlangt. En inderdaad, kijk, de Uncharted Sea, dat vraagt natuurlijk om in het onbekende te springen. Om dingen te doen waarvan dat je bij God niet weet van wat dat jou gaat brengen. Waarvan de anderen zelfs zeggen, maar wat ben je nu bezig en wat ga je hier nog doen? Zou je niet beter blijven waar je zit? Het is toch nog zo slecht niet? Maar dat is jouw keuze. Blijf je waar je zit, waar je niet volledig vervuld bent, die onvoorwaardelijke liefde niet voelt, maar toch veelheid voor een stuk ervaart, en dus kiest voor goed genoeg, ga je gaan settelen voor het goed genoeg, of wil je die passionele, wil je die onvoorwaardelijke liefde, wil je die immense overvloed, wil je in je diepste, zuiverste versie van jezelf gaan stappen? Dat is de keuze die je hebt deze week en elke dag opnieuw. En dan is dat jou om je eigen verhaal te gaan vertellen. Om heel bewuste keuzes te maken. Want net dat, die bewuste keuzes die je maakt, elke dag opnieuw, dat zijn de stapstenen naar je toekomst. En het nu, nu in het vandaag, de dingen die je vandaag doet, die leggen de basis voor je toekomst. En het enige wat je kan doen, is eigenlijk gewoon je geluk en je overvloed en je welvaart gewoon nog langer uitstellen. En dat is niet erg. Dat is gewoon een keuze. Jouw keuze. Het is jouw leven, het is jouw verhaal. Jij beslist, niemand anders. De vlammen en de energieën die je deze week kan gebruiken om je te ondersteunen, kijk, ik denk dat je het wel heel, heel goed ziet, zijn gericht op onze zonnevlecht, op het creëren. Dus een combinatie van de tweede en de derde energiepunt, hè, het sacraal chakra en dan de hogere, de zonnevlecht. En dat is eigenlijk een vrouwelijke en een mannelijke energie. Dus die samen laten brengen om van daaruit dingen te creëren. Om verder te evolueren, te groeien. Maar vanuit joy, vanuit plezier, vanuit verbinding met je hogere zelf. Vanuit verbinding met je diepste ziel. Met jouw passie, hè? Die vlam die je daarnet gezien hebt. Daarvoor kan je deze kleur gebruiken. Of aartsengel Jofiel en aartsengel Sandalfon. En dat gaat jouw beginningen brengen. En we zetten beginning in trust. Dus vertrouw dat het nieuw begin er is. Vertrouw dat in het nu, dat dit jouw nieuwe begin is. En dat maakt dat je elke seconde opnieuw, ook al herval je terug in oude gewoonten, ook al herval je terug in dingen waar je zegt, dat kan dat niet meer doen. Hè? Bijvoorbeeld drinken of roken of piekeren of wat dat dan ook is. Dat eigenlijk een niet zo goede gewoonte is. Of geen gezonde gewoonte is die bijdraagt aan het manifesteren van jouw dromen. Maar je kan altijd opnieuw beginnen. Vergeef jezelf en begin gewoon opnieuw. En vraag aartsengel Samuel en aartsengel Uriel om je daarin ook de tools en de handvatten te geven om inderdaad elke dag opnieuw weer te groeien, weer stappen te zetten, weer buiten je comfortzone te stappen. In plaats van te blijven hangen en te zeuren en te zagen en te klagen en whatever dat ook soms is, dat we onze tijd mee verspillen. De enige reden waarom dat ik sta waar dat ik sta, is omdat ik gewoon veel te koppig ben om op te geven. Dat is de enige reden. Anders had ik al veel langer opgegeven. Zowel aan mijn tweelingvlam, zowel als mijn bedrijf, zowel als mijn dromen. Maar ik heb niet opgegeven. En dat maakt het verschil tussen iemand die succesvol is en iemand die niet succesvol is. Dus stop met denken, voel en gewees gewoon jezelf. Liefde is een sleutel tot je succes. Ontgrendel je hart om te ontvangen.
Wachten op iets beter maakt je bitter. Wees nu al gelukkig. En liefde is een mysterie. Probeer het niet te verklaren. Voel en wees liefde. Dat is ook zo. Als je, kijk, als je niet ontvangt van jouw partner, van jouw tweelingvlam, of van wie dan ook wat hij wilt, geef het dan eerst eens aan jezelf. Kijk eens waar dat jij, hetgeen wat je verwacht van je tweelingvlam, waar dat jij dan nog niet doet in je eigen leven. Want zeker tweelingvlam en tweelingziel, die spiegelen elkaar altijd. Het toont zich niet op dezelfde manier, maar ze spiegelen het altijd. Maar echt altijd. Dus als je iets, om een heel mooi voorbeeld te geven. Helemaal aan het begin van mijn connectie, dan verweet ik eigenlijk mijn tweelingvlam dat hij zichzelf niet toonde. En dan had ik het over video en foto's en zo van die dingen. Totdat ik op een bepaald moment dat die reflectie ook maakte van oké, maar waar toon ik mezelf nog niet volledig? Waar verschuil ik mezelf nog veel te veel? En dan door dat inzicht ben ik meer video's gaan maken op YouTube. Ben ik meer content gaan creëren en meer naar buiten gaan stappen. Dus en dat is de manier waarop dat het werkt. Naarmate dat je zelf meer in je groei stapt en dingen doet en zelf eigenlijk die onafhankelijke vrouw wordt, hè, of dat je een man of vrouw bent, hè, maakt niet uit, pas het aan zoals je bent. Maar dan ga je automatisch ook verandering creëren in je connectie. Dat kan gewoon niet anders. Verzorg planten en dieren en bomen om tot rust te komen, om weer je energie te gronden. Split een grotere droom in kleinere delen. Sowieso. Neem één stap voor één stap. Je hoeft niet te weten waar je over 10 jaar gaat zijn. Het is goed om een visie te hebben van oké, dat is hetgeen wat ik zou willen leven. Maar je hoeft nog niet te weten waar en wanneer en tegen wanneer. Nee, dat hoeft niet. Als het jou blokkeert om veel te concreet een droom voorop te stellen, doe het dan niet. Werk gewoon in kleinere stappen. En nog een tip. Werk met hoe dat je wilt voelen. Hoe wil je je voelen over 10 jaar? En dat gaat jou behulpzaam zijn in het verder neerzetten en creëren van jouw dromen. En het laatste was: vier elk succes. Klein, groot, maakt niet uit. Succes is succes. Een overwinning is een overwinning. Een les geleerd is een les geleerd. Vier dat. Al is met een lekkere maaltijd. Al is met naar de film gaan. Of Netflixen. Of een lekker dessertje. Of whatever dat ook maar is. Of een massage, of een voetbad, of een lang gewoon lekker bad, of een douche, of wat dat ook maar is. Maar doe dat. Zuiver je mentale, emotionele en energetische lichaam. Dat gaat heel belangrijk zijn deze week. En dat kan je ook gewoon doen door dat gewoon te zeggen. Ik zuiver mijn drut. Stem elke dag af op je wensen en verlangens. Dat kan je doen 's ochtends. Zowel over je dag, als je wakker wordt van hoe wil ik mij vandaag voelen. Wat wil ik gaan vormgeven vandaag. En laat het dan los. Laat het dan los. Het loslaten is eigenlijk een van de belangrijkste elementen in manifestatie. Trouwens, als je dat wil leren, of meer wil leren over manifesteren, ik heb een videoserie gemaakt rond voornamelijk valkuilen en zo. Want dat is het eerste dat je natuurlijk moet weten. En het tweede is de cursus online manifesteren met elementen. Daarin geef ik een aantal tips en tools en oefeningen rond het gebruiken van je seksuele energie om dingen naar je toe aan te trekken. Maar ook het werken met elementen. Er zitten een aantal oefeningen in, waarin dat je met bijvoorbeeld element vuur meer kan werken, of meer lucht, of meer aarde, of meer water, afhankelijk van waar je staat in jouw groei. En daar kan je mee gaan experimenteren en gaan kijken wat dat het jou brengt, welke inzichten dat er komen. En dan visualiseer een zuil van licht door al je lichamen en chakras. Dat is eigenlijk een beetje zoals deze, dus een extra aanvulling. Zo, dat was voor deze video. Ik voel en ik merk dat ik wat strenger ben, maar dat is ook omdat ik voel dat het tijd wordt. Dus stop met te blijven hangen waarin je hangt, maar beslis nu gewoon voor eens en voor altijd wat je wilt. Is dit wat je wilt? Dan weet je wat je te doen hebt. Is dat niet wat je wilt? Ja, oké, ook goed, maar dan weet ik niet waarom je nog naar deze video's kijkt. Dat is één. En twee, de reden dat je nu kijkt, is het feit dat er nog iets is in je leven waar je niet volledig tevreden over bent. Waar je nog niet die vervulling over hebt. Waar je voelt dat je nog niet succesvol in bent. Dus alsjeblieft, stop met met de procrastination, is in het Engels. En dus stop met te aarzelen en te treuzelen. Maar neem gewoon actie. En maak het niet over jou. Maak het over hoe dat je zelf beter kan worden. Om van dienst te zijn ook weer naar anderen toe. Zeker als tweelingvlam. Is dat belangrijk. Maar ook gewoon als gewoon niet tweelingvlam zijnde, is belangrijk van hoe meer dat je in je hogere energie zit,
hoe meer invloed en positieve invloed dat geeft op de omgeving, op waar jij naartoe gaat, waar je leeft, met wie jij omgaat. Dus, en dat is de manier waarop we eigenlijk de nieuwe samenleving, de nieuwe wereld aan het vormgeven zijn. Zo, dat was het in deze video. Ik zie jullie in de volgende en ik hoop dat jullie allemaal heel goed kunt verwarmen. Ik zal dankbaar zijn als er wat regen aankomt en wat verkoeling, want dan is het iets aangenamer om te werken. Zo, tot in de volgende. Dag!